Waarom zijn spijkerbroeken de standaard geworden? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, ik had willen vragen wie van u heeft een spijkerbroek aan, maar ik heb even rondgekeken. Ik doe het andersom. Wie van u heeft er geen spijkerbroek aan? Laat maar eens even zien. Handen omhoog. Is dat het is een kleine minderheid, denk ik. Een grote minderheid, bedoel ik. 40%, zo'n beetje. Veel van ons hebben een spijkerbroek in de kast hangen. Veel van ons hebben hem dagelijks aan. Je denkt er niet eens over na. Je hoort een spijkerbroek te hebben. Hoort bij je garderobe. Als vanzelf, als je onderbroek, als je t-shirt. Of als een t-shirt. Als u het wil weten, het is het meest profijtelijke kledingstuk per draagbeurt. Het is kost gemiddeld, heb ik toevallig van een Engelse onderzoeker gehoord, tussen de 30 en de 40 pond. Het zijn ook hele dure spijkerbroeken, zijn ook hele goedkope. En per draagbeurt kost die ongeveer 10 cent. Wordt alleen overtroffen door een ander kledingstuk, de legging, die kost 9 cent per draagbeurt. Maar die zijn ook heel goedkoop, en met name in Engeland. Dat terzijde. Waarom hebben we een spijkerbroek? U weet misschien iets van de geschiedenis, daar ga ik zo meer over vertellen. Die spijkerbroek komt uit Amerika, uit de 19e eeuw. Het is een broek voor goudzoekers, voor cowboys. Hoe bizar is het leven van alle dag dat we nu, bijna voor de helft, een broek die bedacht is voor een goudzoeker aan onze billen hebben. In de jaren 50 had je de zogenaamde boho's, de bohemians, die al drugs gebruikten, in kleine appartementjes woonden en hun ouders op stang joegen. Nog geen hippies, want dit zijn de hippies die u hier ziet in de jaren 60. Tweede helft jaren 60, denk aan de grote muziekfestivals, Kraling in Nederland, Woodstock in Amerika. En die generatie, die over het algemeen net na de Tweede Wereldoorlog is geboren, de babyboomers, beginnen zich uit te spreken tegen de manier van leven van hun ouders. En hun ouders, voor de oorlog geboren, overwinnaars in de Tweede Wereldoorlog, snappen in eerste instantie die mensen niet, die jongelui. Wat doen zij? Zij spreken zich uit tegen de oorlog in Vietnam in Amerika. En ze spreken zich vooral uit tegen de consumptiecultuur. Tegen het maar kopen vanwege de mode. Vanwege het maar kopen om veel broek in de kast te hebben. En om dat te benadrukken, om dat symbolisch te laten zijn, wordt de spijkerbroek, de blue jeans, de werkmansbroek, uit de hobbywinkel gehaald, uit de werkmanswinkel, aangetrokken, aangedaan naar festivals en gebruikt als symbool tegen die cultuur van consumeren. Een broek die dus in principe, dat klinkt heel tegenstrijdig voor ons, want kijk naar dit plaatje, een broek die in principe bedoeld is als signaal tegen de mode. Het is dus een antimodieuze broek. Die gaat terug op een uitvinding uit de 19e eeuw. Precies in 1873. Is er meneer Jacob Davids, die samen met Levi Strauss, een Amerikaanse, Duitse, Joodse ondernemer, een broek bedenkt, heel simpel. Niet alleen gemaakt van sterke zeildoek, een soort voorloper van de denim, maar ook nog voorzien van klinknagels. Wij zeggen de spijkerbroek, we zijn het enige land in de wereld die het spijkerbroek noemen. We zouden eigenlijk het een klinknagelbroek moeten noemen. Dus als u historisch juist wil zijn, zegt u vanaf vanavond, ik doe morgen mijn klinknagelbroek aan. Ik wil het u horen zeggen, maar dat zou kunnen. Het idee dat die klinknagel daaraan vastzit, geeft het natuurlijk ook een soort extra werkmansidee. Dus maakt het een extra sterke broek. Juist die antimodieuze, laat ik zeggen, paraphernalia, decoratie, vond men interessant. Er waren een paar fabrikanten, grote fabrikanten, denk aan Lee Ryder, Wrangler, maar vooral Levi Strauss, dus de uitvinder, de bedenker van die eerste broek, die dit succes van de hippies, commerciële succes, zij kochten hun broeken als het ware in de schoot geworpen kregen. Die marketeers van Levi Strauss hebben niks gedaan aan het idee dat grote groepen jongeren juist hun broek kozen als anti-modieus symbool. Integendeel, ze wisten eigenlijk van niks. Sterker nog, ze probeerden er eigenlijk tegen te zijn. Want ze dachten, onze werkmansbroek, gedragen door dat wat in Nederland langharig werkschuw tuig werd genoemd, onze werkmansbroek aan de billen van die hippies, dat willen we niet, dat is verkeerde imago. Dus ze waren er eerst nog tegen. Maar dat succes, honderdduizenden broeken, miljoenen broeken verkocht, kregen ze voor niks. In de jaren 80 gebeurde er nog zoiets. Hiphoppers in de suburbs van, of in de achterbuurten van de grote steden, begonnen ineens Adidas te dragen. Adidas was een zieltogend Duits sportmerk.
goedkoop. En die zwarte jongens, die hiphoppers, die dachten, hé, die schoenen moeten we hebben. Dat kan leuk worden. En die Adidas mensen, ik heb het zelf van dichtbij gezien, begrepen er niks van. Die wilden er niks van. Zwarte jongens in onze mooie Duitse Adidas, dat willen we niet. Inmiddels denken ze daar iets anders over. Een succes wat per ongeluk is ontstaan. Precies op dezelfde manier dus met die spijkerbroek. Levi wilde wel profiteren van dat jeugdige succes, maar dacht, die spijkerbroek, dat kan nooit lang duren. Daar gaan we niet op inzetten in de jaren 70. Mind what I'm saying. Levi dacht, die spijkerbroek, dat gaat het niet worden. We gaan een breed, dat dacht men toen, je moet een breed spectrum aan modieuze kleding aanbieden. En ze bedachten toen de slagzin, Levi's don't have to be blue, they just have to be good. En ze brachten deze collectie, onder andere deze collectie, op de markt. Die misschien nog wel in denim of in jeans was uitgevoerd, maar ver weg van de spijkerbroek, ver weg van denim, ver weg van dat werkmansgevoel en ver weg van dat hippiedom. Het mocht wel modieus zijn, maar niet hippieachtig. Hoe verkeerd kun je zitten? Dat wist Levi in de loop van de jaren 70 ook. Het ging helemaal niet goed met het merk. Ze verkochten geen spijkerbroeken meer. Ze verkochten ook niet meer die malle gekleurde kleding. Ze dachten, we moeten misschien toch terug naar dat model spijkerbroek wat de jeugd zo interessant vindt. Die standaardbroek, die broek die lijkt alsof die niet modieus is. En in de jaren 80 bedachten ze, eigenlijk tegenovergestelde van die modieuze gekleurde broeken en die modieuze gekleurde jasjes van Levi don't have to be blue. Nee, Levi moet juist wel blue zijn. Levi moet terug naar het idee van wij zijn de spijkerbroek. En ze bedachten de nieuwe slagzin, Levi the original. In de jaren 80 werd er gekeken naar waar komt die broek vandaan? Wat is de eerste broek? En we laten vooral zien dat die broek bijna niet veranderd is. Een krankzinnig idee in de modewereld, dat je dus geld probeert te verdienen, en inmiddels ook veel geld verdient, met het idee dat jouw spulletjes bijna niet veranderen. De paradox van de mode, grote modebedrijven verdienen geld met dingen die niet veranderen. Denk ook maar aan Vuitton-tassen, die blijven altijd hetzelfde. Daar verdienen ze geld mee. Levi hetzelfde. Levi heeft daadwerkelijk geprobeerd, na die flauwekul met die modieuze dingen, om de standaardbroek te creëren. Om het idee te creëren, wij zijn de eerste die deze broek, de enige echte spijkerbroek, op de markt, of tenminste, laat ik zeggen, heeft bedacht en vervolgens nooit heeft veranderd. Tot in de jaren 80. Er ontbraken nog een paar dingen. Er ontbrak het idee van, is dit nou wel een fijne broek? Is dit nou wel een broek voor een groot publiek wat altijd die jeugdige broek, die lekker zittende broek zal dragen? Bij Levi wisten ze niet hoe het moest. Precies aansluiten bij die hippiecultuur, bij het lekker op de grond zitten met je broek. Nee, er was een dochteronderneming in Canada. Maar de directeur, meneer Freeland, hier zie je hem, John Freeland, bedacht aan de hand van wat zijn dochter op dat moment mooi vond, dat die broek, die spijkerbroek, er gedragen uit moest zien. Dat meisje, de dochter van deze meneer Freeland, ze waren samen aan het zeilen, had een paar keer die broek gewassen in zout water, in de mast gehangen en tegen de vader gezegd, kijk, nu was ik al die vervuilende middelen eruit. Er zat onder andere aardappelzetmeel in om die broek lekker stijf te maken. Dat was ik er allemaal uit en dan ziet hij er ook lekker gebruikt uit. Dat vinden we mooi. En die Freeland, die bedacht, als ik dat nou eens in de winkel kan leggen. Hij bedacht vervolgens een broek die er een aantal keren gewassen, ook gedragen of in ieder geval gebruikt uitzag. Hij noemde het merk Scrubbies. Nou, dat zou geloof ik nu niet meer lukken, maar dat toen wel. En zoals hij zelf zegt, the trousers didn't even hit the shelves. Ze werden enorm met honderdduizenden verkocht. Maar moet je eens nagaan. Wat een briljante, ik vind een briljante zet van deze Freeland. Kijk naar die meneer, die met zijn nette jasje, en zijn nette hemd, zijn nette das, misschien wel 40 jaar in de wereld van het textiel is grootgebracht, met het idee dat je nette jasjes aan een hangertje uitlevert aan de winkels. Dat een kledingstuk precies moet zijn, niet gedragen, er mag geen foutje aan zitten. Sterker nog, tweedehands kleding, gedragen kleding, gold als lange tijd tot in de jaren 60 als kleding voor de armen. Denk ook even aan het lompenproletariaat hier in Amsterdam. Dat leefde van tweedehands kleding en van lompen. Precies in de jaren 70, dus zeg maar koud als zeg maar dat armoede-idee van gedragen kleding een beetje verlaten is, bedenkt die nette Freeland, ik moet gedragen kleding gaan verkopen. Vind ik een briljant idee. Levi
pikte dat idee of nam het idee van die dochteronderneming over. En ging proberen dat idee van wij zijn de eerste broek, in combinatie met wij zijn een authentieke broek, een broek die gedragen is, een persoonlijke broek, te combineren. En dat deed het door middel van dit model. Beter gezegd, het nam deze foto, die door de campagne van Levi beroemd is geworden, als voorbeeld. Het is James Dean, jong overleden filmacteur in Amerika. Hier een stil van de film Giant, waar hij voor een typisch Amerikaans Midwestern huis zit. Lekker relaxend in, precies de broek die Levi Strauss op de markt wilde brengen. Een traditionele cowboybroek, duidelijk gedragen, duidelijk Amerikaans. Kijk maar, de cowboy. Het donderde overigens blijkbaar niet dat dit geen Levi was, maar een Lee Rider. Dat deed er even niet toe, het was namelijk helemaal geen Lee. En Levi Strauss dacht, daar moeten we ons op enten. In eerste instantie voor vrouwen. In eerste instantie was dit een broek voor vrouwen, die door een marketingbureau daadwerkelijk in de markt is gezet als de broek. De authentieke broek. De eerste broek, door Levi bedacht, maar tegelijkertijd een gedragen broek. Een broek die er eerlijk uitziet, die eerlijk aanvoelt. En die gedragen kan worden door iedereen. Want feitelijk werd de jeugdcultuur hiermee ook losgelaten. Letterlijk werd, bijna letterlijk, werd dat idee van James Dean, getransponeerd in de jaren 80 overgevonden. Er was nog één haakje, zoals dat marketingbureau zei, later in een interview, wat de consument nodig had om te herinneren dat je Levi Strauss moet kopen. En dat is dat de broek moest een naam hebben. Broek hadden geen naam. Er waren wel merken. Broek hadden geen naam. Ze bedachten, feitelijk wat een schapnaam, een soort department store naam is, de 501. Nummer 501, van begin af aan uit te spreken als 501, moest de standaardbroek, het referentiemodel, het oermodel van Levi Strauss en daarmee van alle spijkerbroeken worden. En langdurig hadden ze daarmee succes. Langdurig had Levi Strauss tot ergens begin jaren 90, 10 jaar lang succes dat met hun broek, de 501, die eerst voor vrouwen en toen voor mannen, door vrijwel de hele westerse wereld werd gekocht. Toen bleek dat natuurlijk ook die, laat ik zeggen, manoeuvre om een standaardbroek te maken, dat ook aan mode onderhevig was. Zelfs die broek, zelfs de broek, denk even aan cola, de cola, kon op een gegeven moment als modieus begrepen worden. En feitelijk dook Levi nog dieper in dat idee van we moeten de echte, authentieke eerste broek op de markt brengen. Wat deden ze daarvoor? Ze stelden een museum in. Ze begonnen een museum voor Levi, het bestaat nog steeds. Ze stelden iemand aan, je kunt er hier zien, die mevrouw heet Lynn Downey, volgens mij is daar nog steeds actief, ik heb wel eens met haar gecorrespondeerd. En als je een Levi broek hebt waarvan je niet weet wanneer die gemaakt is, misschien van je opa, wel, dat je denkt dat die oud is of bijzonder, kun je een foto maken, je kunt hem ook opsturen, naar Lynn Downey en Lynn geeft advies. Dit zou wel eens een red tab uit 1949 of weet ik veel wat voor gulpmodel uit de jaren 60 kunnen zijn. Zij weet dat precies. En Lynn Downey en haar mensen gingen op zoek naar de enige echte oer Levi. En die vonden ze in het ijs in Alaska. Die vonden ze in een dorp voor goudzoekers. Als een soort, ja, soort mammoetand zou je kunnen zeggen. Vonden ze de eerste, ze hebben een aantal gevonden, de eerste Levi broek waarvan ze dachten te kunnen bewijzen dat echt een Levi broek was. En in plaats van het eerste model naar te maken, begonnen ze letterlijk die eerste, bij Levi letterlijk, die eerste Levi broeken die ze gevonden hebben, begonnen ze daar letterlijk na te maken, de zogenaamde vintage collection. Grappig genoeg liep er bij Levi tegelijkertijd een project dat heette Freezing the 501. Dus aan de ene kant hebben ze geprobeerd die 501 zo lang mogelijk, als het ware niet modieus model, het model te laten zijn. En tegelijkertijd vonden ze in het ijs een model wat nog vroeger was. En dat begonnen ze letterlijk na te maken, de zogenaamde vintage collection. En ik geloof dat je in rond 2000 kon je vintage broeken kopen. Hier zie je er een paar, als ik het goed heb. Die letterlijk zo gevonden zijn, die inclusief scheuren, inclusief de vieze modder uit Alaska of Californië, werden nagemaakt en voor honderden euro's aan aficionado's van jeans werden verkocht. Mijn les voor vandaag over dit college is dat niet de ontwerper iets bedenkt wat u mooi vindt, dat niet de ontwerper
betekenis geeft aan producten of aan kleding. Maar dat marketeers dat doen en dat vooral consumenten dat doen. En dat iets succesvol kan zijn aan de hand van een toeval of aan de hand van een grote beweging waar niet één persoon de hoofdrol speelt. Denk aan de hippies, maar een grote groep ineens een andere cultuur vertegenwoordigt. Hoe consumenten aan de macht kunnen zijn, is hopelijk bewezen aan de hand van de geschiedenis van de spijkerbroek. Maar wordt misschien nog een keer duidelijk gemaakt aan de hand van de geschiedenis van iets typisch Nederlands, de cassette recorder.